En wij gaan jullie laten zien hoe je in dit sentiment geld kan verdienen. Het is belangrijk om te weten hoe je je aan moet passen aan de markt. Hey, welkom bij Dopecash. Ik ben Chris. Ik ben Barry. En wij gaan jullie laten zien hoe je in dit sentiment geld kan verdienen. Want dat is een vraag die veel speelt bij mensen. En dat snap ik. Want sentiment is altijd anders. Je hebt een boommarkt, je hebt een bearmarkt, je hebt rustig vaarwater, je hebt een uptrend, je hebt een downtrend. Er zijn zoveel dingen die je kan refereren aan sentiment, waaraan je het sentiment kan aflezen. En hoe kan je in dit sentiment nou geld verdienen? Daar gaan we het jullie over hebben. Ja, het is belangrijk om te weten hoe je je aan moet passen aan de markt. Want de markt gaat zich niet aanpassen aan jou. En het is dus heel erg belangrijk om te beseffen waar bevind ik me op dit moment. Hoe reageert de markt? Wat is de staat van de markt? En hoe kan ik daarop anticiperen? Welke kansen liggen er nu voor mij? En dan moet je gewoon een aantal zaken voor weten die heel erg belangrijk zijn. Wat eigenlijk de basis is van traden. Ja. Als je dit al niet weet, dan wordt het heel erg moeilijk. Ja, sowieso. En het lezen en begrijpen van trends. Welke richting gaan we op? Het snappen wat de prijs doet. Probeer inderdaad met de prijs mee te denken. Vaar mee op die golven. We krijgen heel vaak de vraag over in prijs traden. Hoe werkt dat nou dan in prijs traden? Hoe doen jullie dat nou? Dat gaan we in deze video ook laten zien. Maar het is gewoon belangrijk dat je dit kan lezen. Ja, maar we weten dat de markt uit verschillende soorten bewegingen bestaat. En dan kan je domweg steeds maar altijd dezelfde setup spelen. Er bestaat niet zoiets als één gouden setup die altijd werkt. Nee. Weet je, de markt is altijd net iets anders. En dan moet je daarmee kunnen spelen. Als we al kijken naar de Bitcoin chart op de hele higher time frame. Dit geeft gewoon wat minder ruis, wat duidelijkere beweging. Zien we hier natuurlijk een dalende lijn, een dalende trend. Dat noemen we dan een beermarkt, weet je, omdat er op een gegeven moment constructies worden verloren. Het gaat erom dat je het enige wat je hoeft te begrijpen is de beweging. We gaan neergaand. Je doet niks met het lijntje. Het lijntje tekenen we alleen maar in om de beweging duidelijk te maken. Dat werkt natuurlijk met de constructies en de lower lows en de lower highs en zo. Maar als je dan verder kijkt, zie je eigenlijk dat je hier ook al aan het stijgen bent. Je ziet dat je hier ook alweer aan het dalen bent. En in die neergaande trend heb je ook allemaal stijgende trends gezien. En in die stijgende trend staat er ook weer kleinere dalende trends. En dat is trend in trend. En trend in trend moet je al kunnen herkennen. En als je trend in trend gaat herkennen, dan kan je daar je voordeel mee doen. Je gaat dan misschien zelfs richting reversals. Dat is uiteindelijk hoe een nieuwe trend ontstaat. Dat kan niet anders. Je hebt een reversal nodig om in een nieuwe trend te komen. Maar je gaat ook naar andere entries kijken. En je gaat de andere kant op treden. Als je al niet weet, eigenlijk moet je het gewoon zo zien. Als je al niet weet welke richting je op gaat, hoe verwacht je dan dat je op de juiste bestemming kan aankomen? Exact. Je wil uiteindelijk een long of een short nemen op het juiste moment. En mensen zeggen, ja, maar hoe weet ik dan vooraf wat het juiste moment is? Nou, dit geeft jou een voorsprong om het juiste moment te bepalen. Want je gaat mee met het momentum van de dag. Ja. Met de beweging van het moment. Nou ja, maar het is heel erg belangrijk om dus echt stil te staan bij. Teken niet zomaar dat trendlijntje in. Ga nou kijken hoe dat ding tot stand komt. En wat er op de lower time frame gebeurt. En kan je dat conformeren. Dat is gewoon heel erg belangrijk. Kijk naar die chart. Ga niet gelijk tekenen. Als we dan iets verder inzoomen, dan zie je hier dus ook al dat je die. Er zit zelfs nog een tussenfase tussen. Want aan de bovenkant heb je heel vaak ook een pauzefase. Maar je ziet dat je hier alweer aan het stijgen bent. Dus we zijn vanaf de lows 15,5k. Hebben we inmiddels alweer een hele mooie stijging gemaakt. Ook die stijging was geen rechte lijn. Zat hier een trend in, 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 zat hier een trend in. Dus het is ook al meer opgebouwd, allemaal uit lagen. En dat geeft je ook allemaal kans om entries te zoeken. Dus als je op je lower time frame gaat inzoomen, allemaal mogelijke day trades, scalps, swing trades, kan nog prima. We zitten op de daily chart. Het zijn allemaal kansen. Zijn allemaal kansen. En als we dan richting die lower time frame gaan, en ik pak hem hier eventjes op de 15 minuten. Dan krijgen wij heel vaak de vraag de laatste tijd: hoe treden jullie nou in prijs? Of treden jullie dan in prijs? Hoe doen jullie dat? Nou, normaliter in een opgaande trend, dus in echt een bullmarkt, in echt een trend die alleen maar aan het knallen is en alleen maar omhoog gaat, is het moeilijker om in positie te komen. En dan kan je voor jezelf beter zeggen: oké, ik ga er nu agressief in. Want je krijgt vaak maar één keer de kans. Ja. Hoe werkt het dan met in prijs? Nou, in prijs, we zitten nu in economisch zwaar weer, kunnen we wel zeggen. Ja. Dus het is een wat onzekerdere tijd. De prijsactie is volatiel, de prijsactie is zenuwachtig. In die gevallen kan je er beter voor kiezen om
in prijs uiteindelijk een trade te gaan nemen. En met in prijs hebben we het bijvoorbeeld over, je hebt hier deze move gemaakt. Dan kan je ervoor kiezen om te zeggen, oké, ik ga in één keer deze move opvangen. Mm-hmm. In één keer. Dus dan heb je geen extra confirmaties, niet de bevestiging uiteindelijk van een kanteling. Dan zeg ik, ga ik hem in één keer oppakken. Je zet gewoon je order en we zien wel waar het schip strandt. Je zet gewoon je order en we zien wel waar het schip strandt uiteindelijk. Maar goed, als we hier dan kijken, daar is uiteindelijk een low gevormd. Daar is uiteindelijk een high gevormd. Daar is een higher low gevormd. En er is een higher high gevormd. Dan heb je het begin van een constructiekanteling. Ja. Als je dan zegt, oké, dit is er ontstaan nadat we uiteindelijk hier dit stuk hebben teruggetest, dan kan je gaan kijken naar een entry. En je ziet dat die entry hier uiteindelijk heel mooi gevuld is. En in dit geval, ja, het gaat niet om de percentages, maar in dit geval had je hier een trade kunnen maken van 1.5%. Ja. Deze trade maak je dus in prijs. Je wacht op de extra confirmatie dat je ook daadwerkelijk stut, waar je verwacht dat de prijs gaat stutten. En je gaat niet blind denken, oké, hier gaat hij stutten, ik ga er hier gewoon blind in. Nee, je bent iets terughoudender, iets defensiever en je houdt rekening met volatiliteit. Zie je dat die prijs daar dus wel stut en je hebt ook de confirmatie dat die na het stutten zelfs omdraait, dan ga je op basis van die kanteling in prijs, dus in de prijsactie die ontstaat op dat moment, ga je kijken naar een entry. Ja, en daarom, iets meer zekerheid. En dat is gewoon belangrijk, want hier stond dan de entry en daar zijn we eigenlijk mee begonnen. Waarom is dat zo belangrijk? Gewoon een nieuwe uptrend. Ja. Je gaat dus met de trend mee. Je treedt veel veiliger. Je hebt die confirmatie al. Hier heb je die confirmatie niet. En wat je er net al aangaf. We zitten een beetje in onzekere tijden. Dat komt door het economisch gebeuren. Maar dat komt ook gewoon door een klein beetje de Bitcoin. Dat we deze uptrend al hebben gemaakt is heel nice. Maar we rejecten tot op dit moment nog steeds dat hele belangrijke level. En je voelt gewoon in de markt dat er onzekerheid is. En als die onzekerheid er is, dan moet je gewoon ook een stapje terug doen. Pak gewoon die extra confirmatie. Ga een beetje voor die zekerheid. Ja. Doet jezelf ook minder pijn. Ja. En je pakt gewoon meer winst daardoor. Absoluut. Je doet jezelf minder pijn. Maar als je het hier over hebt, over dit stukje prijsactie hier. En het gaat niet om exact hoe het lijntje nu staat. Maar het gaat erom dat je begrijpt. Want zelfs op de higher time frame werkt dit. Hè? Je kijkt uiteindelijk naar, oké, hier wil ik voorbij. Je ziet dat dat hier niet mee lukt. Wat doe je dan? Je wacht uiteindelijk op die extra confirmatie en je had hier een short kunnen nemen. Ja. De higher time frame is precies hetzelfde. Je had initieel de eerste touch kunnen spelen, had gekund. Maar wat nou als je er met heel veel momentum doorheen ging? Dit is het extra stukje confirmatie dat je ziet, oké, we redden het niet. We gaan verder omlaag en dan ga je de initiële touch pas spelen. Dus je wacht op de extra confirmatie, dat extra stukje bevestiging van we komen er op dit moment niet doorheen. Ja. En ik denk ook nog, en dat is iets heel aparts, dat heeft ook niet meer heel veel met technische analyse te maken. Ik denk dat het traden in prijs een hele goede tool is uiteindelijk om een stukje bias weg te halen. Omdat uiteindelijk als je in prijs aankomt en je komt op een gegeven moment bij die prijs, heb je de triggers. Worden de triggers niet gehit, dan weet je al, ja, die trade ga ik toch niet nemen. Ja. En daardoor krijg je een beetje dat voorgevoel van als jij wel die order hebt staan, oeh, hij wordt gevuld. Oh, ik zit nu in positie. Ja, nu moet het gaan gebeuren. En je weet nog niks. Dus dan heb je veel meer spanning. Dit zorgt ervoor dat die spanning een beetje wegblijft. Is de trigger daar? Oké, dan plaats ik de trade. Kan die alsnog worden uitgestopt? Hè? Het is geen garantie. Alleen dan weet je, oké, ik hoef nu pas alert te worden. En dat is een bijkomend voordeel van het in prijs traden. Ja, en voor de mensen die nu denken, oh, dus dan moet ik voortaan alles in prijs gaan doen? Nee, er is hier niet een goed en fout, hè? Het is alleen dat je in deze situatie iets meer zekerheid hebt. De extra confirmatie hebt. En dat maakt de trade net wat lekkerder in geval van onzekere tijden. Ja. Maar dat wil niet zeggen dat je hem niet meer in één keer op kan pikken. Want als jij van nature een vrij agressieve trader bent. Ik ben van nature vrij defensief. Kan je nog steeds zeggen, ja, maar ik vind het leuk dat in prijs. Maar ik heb bij deze setup zoveel vertrouwen. Ik speel hem gewoon ineens. Er is niet een goed en fout, hè. Alleen wij, dat is de vraag die wij vaak krijgen door middel van de livestreams. Wij vinden het vaak fijner in dit soort situaties om in prijs te spelen. Wil niet zeggen dat dat dus de enige optie is. Nee. Maar wij vinden dat gewoon in dit soort situaties kijk, veel relaxter. Je doet dat ook, je neemt wat extra zaken ermee mee. Dus de volatiliteit die je verwacht, het kan uitblijven. Maar ik verwacht dat er gewoon wat flink wat prijsfluctuaties komen. Gainen dadelijk bijvoorbeeld dat 31k level. Ja, dan gaan de hele andere zaken spelen. En dan ben ik veel meer geneigd om die lange boelmarkt te gaan spelen. En dan ga ik dus meer de terugtestje spelen. Ja. Goed, speel jij liever de trade op de initiële eerste touch of in prijs? Ik ben wel benieuwd hoe jullie dat doen. Laat even een leuke reactie achter onder deze video. Vinden wij altijd leuk om te lezen, want we lezen alles. Ja.
Smash even op de duim. Abonneer even op het kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. Onderaan deze video komen alle linkjes terug richting www.dopecash.nl. Daar vind je onder andere ons leerplatform, Discord kanaal, supportlinks, alle informatie over Platinum. Alles staat op onze website. Bedankt voor het kijken en we zien jullie graag volgende keer. Later. Ik denk dat dit gaat...